Voor mij wel mijn eerste kus. En uiteindelijk is dat uitgebloeid tot een relatie. Hoe klein is jouw mond? Ik heb gewoon bij andere mensen om me heen gezien wat vreemdgaan kan doen. Hoi allemaal, welkom weer bij een nieuwe video op Team Mac. En vandaag kijken jullie naar een video van Speel de Tea met de one and only... Jada. En Jada en ik gaan jullie tea behandelen die jullie hebben ingestuurd. Wil jij nou voortaan ook je eigen tea insturen? Of tea over, nou, Jada of andere bekende mensen? Dat kan, volg dan even teamac.nl op Instagram en hou hun stories in de gaten. We beginnen hier een kopje met tea. Is er een beetje tea wat jij hebt gehoord de laatste tijd? Goh. Een beetje tea wat je ergens in de wandelgangen voorbij hebt horen komen. Ze komt natuurlijk net uit goede tijden. Daar zijn ook heel veel gangen, wandelgangen, mensen. Ja, ik zat echt meteen te denken, goede tijden heb ik daar nog tea gehoord. Maar... Nee? Ik weet het niet. Er is natuurlijk wel altijd iets gaande of zo, backstage, maar... Misschien komen we er zo nog achter. Ja, nou, Jada, waar kunnen we jou van kennen om te beginnen? Nou, ik heb sowieso net een rol in Goede Tijden mogen spelen, de rol van Abby Rose. Dus daar zou je me misschien van kunnen kennen. Verder heb ik, toen ik 11 was, een liedje uitgebracht met mijn vader, Samen voor Altijd. En Als Jij Maar Van Me Houdt, mijn eerste eigen single, toen was ik ook een jaar of 11, geloof ik. Maar dat is allemaal super lang geleden. Maar breng je nu ook nog nieuwe muziek uit, of niet? Ik ben ermee bezig. En het ligt op de plank. Oh. Dus het is wel echt de bedoeling dat het hopelijk eind dit jaar, misschien begin volgend jaar... Nog een klein primeurtje? Of is het allemaal nog heel geheim? Het is nog wel eens geheim. Nou, Jada, even kijken wat voor tea er allemaal is ingestuurd. Dat jij ruzie hebt met Stefania. Ruzie? Ja. Echt waar? Nou, dat is zeker niet waar. Nee? Alles behalve. Waar komt dit dan vandaan? Ja, dat is een goede vraag. Ik zou het eigenlijk echt niet weten. Ik zit naast en ik heb wel laatst nog contact met Stefania gehad. Ik hoorde via dat zij ook uit zou gaan, dus dat ik het mee heb gestuurd. Ga je ook uit vanavond? Zij zei, ja, nou, ik ga toch uiteindelijk niet. Oh, zie. Ik zeg, oh, joh, het was ze ziek. Het zei ik, beterschap. Ja, ja, of ze zei dat ze ziek was, omdat ze dus ruzie met je heeft. Oh, Die gaat heel diep. Maar geen ruzie. Dan zou ik het in ieder geval niet weten. Okay. Dat je mee wilt doen aan het Eurovisie Songfestival. Echt? Is dat het? Nou, zou je dat niet willen dan? Op dit moment in mijn leven niet, denk ik. Maar als ik wat ouder ben, zou ik er denk ik wel echt voor openstaan. Yeah. Het zou wel echt natuurlijk heel tof zijn. Dat Rihanna een tweeling krijgt, ja, dat is volgens mij wel waar. Ja, ja wel. Toch? Die is toch ja, zwanger? Wel, dat, ja, die ene foto is helemaal viral gegaan, dat ze die outfit aan had. Dat Antoon een vriendin heeft. Ja, volgens mij is dat ook zo. Ja? Ja, volgens mij wel. Volgens mij. Ik weet het niet zeker hoor, maar... Oké, ik ben benieuwd. Wat voor rol zou je ooit nog echt willen spelen? Want je speelde nu een beetje een bitch, toch? Ja, misschien iets... van wat echt heel ver bij me vandaan ligt. Ja, dit ook wel. Maar... Een keer iets wat ik niet zelf ben. Gewoon iets van... iets wat gewoon een gestoord iemand of zo. Oh, zoiets, ja. Weet je wel. Echt gewoon iets waarvan je echt denkt... Maar je zei toch iets wat ver bij je vandaan ligt? Lullig weer, lullig. Maar ja, zoiets lijkt me wel echt leuk. Gewoon echt iets... Ja, wat best wel moeilijk is om te spelen, ja. Dat. En wat voor nummer zou je ooit echt nog willen uitbrengen? Ja, de dingen die ik heb liggen vooral. Gewoon echt mijn eigen verhalen. En ik denk dat het ook wel mooi is als je in een soort van in een lied iets sowieso kan herkennen. Maar ook een soort levensles kan verspreiden of zo. Dus ja, dat. Oeh, nice. Ja. En wat is jouw levensles? Oh, genoeg. Eén hele wat je nu aan alle kijkers mee wil geven. Dat je altijd bij jezelf moet blijven. Maakt niet uit hoe groot je wordt, hoe bekend je wordt, wat voor functie je krijgt, wat voor baan. Dat je altijd moet weten waar je vandaan komt. We hebben ook nog wat vlugge vragen voor je. Probeer die gewoon zo snel mogelijk te beantwoorden. Het eerste wat je opkomt, moet je gewoon zeggen. Wat vond je het leukste aan GTST? De mensen. Noem een irritatie van wat je vriend altijd doet. Is het goed dat ik er zo lang over na moet denken? Tegen me ingaan als ik weet dat ik gelijk heb. Rol in een Netflix of in een Videoland film? Netflix. Nooit meer zingen of nooit meer acteren? Nooit meer acteren. Met wie zou je ooit nog een collab willen doen? Snelle. Wie vind je de knapste TikToker in Nederland? Moeilijk. Nee? Heb je niemand? Nee, ik weet het niet. Oké, nou, je komt in ieder geval net uit goede tijden, slechte tijden. En daar had je een relatie met Tommy van Lent. Ja. Volgens mij is dat niet goed afgelopen in goede tijden, toch? Nee, helaas niet. Het is uit. Ja. Is er nog een kans dat het bij elkaar komt? Het ziet eruit van niet, maar ja, je weet het nooit bij goede tijden. Never know. Maar hebben jij en Tommy van Lent dan in het echt ook een relatie, wil iedereen weten? Nee, ik heb... Oh, daar moest je wel heel lang over nadenken. Nee, ik heb wel zelf al een relatie van 7,5 jaar. Maar als je geen relatie had, was Tommy dan potentieel?
Nou, door een verlegen lachje aankomen. Tommy is een hartstikke leuke jongen, maar nee, niet op dat gebied. Nee? Nee. Dus je vindt Tommy niet knap? Oh nee, dat zeg ik niet hoor. Het is hartstikke leuke. Dus je vindt Tommy wel knap? Ja. Is Tommy je type? Ja, vind ik heel moeilijk zeggen. Ik heb niet echt een specifiek type. Vooral qua uiterlijk echt niet. En welke tegenspeler vond je het meest leuk om mee te spelen? Nou, ik heb het meest gespeeld met Tommy. Mm-hmm. Dus dat vond ik ook wel... Dat voelde uiteindelijk dan ook het meest vertrouwd. Ja, okay. Omdat je elkaar gewoon echt het allerbest kent van iedereen, denk ik. Maar ik heb echt heel erg gelachen met Sophie en Noël. Dat vond ik echt heel leuk, die scènes die ik met hun moest spelen. Dus dat was ook echt een leuke draaidag. Dus misschien dat ik wel zeggen. Niks tegen jou hoor, Tommy. En heb jij echt een grote blooper gehad bij Goeie Tijden? Nee, ik dus... Deze vraag heb ik vaker gekregen. Maar ik heb dus niet heel veel... Kijk, het draaitempo ligt daar zo hoog. Het is echt... Het gaat allemaal super snel. Dus ja, misschien dat je af en toe een woordje verkeerd zegt en het even opnieuw moet doen. Maar ik heb niet echt iets... Een zieke blunder gehad. Tommy wel. Dat was echt grappig. Ja? Wat gebeurde er? Ik wil het weten. Tjus. Tommy moest een stuk taart eten in deze scène. Maar ja, je moet natuurlijk als je Goeie Tijden over een film of een serie of zo draait... Moet je natuurlijk best wel wat takes overdoen. Oh. Dus op een gegeven moment werd hij zo misselijk van die taart. Oh. En we zaten midden in die scène. En hij zit echt zo... En hij kijkt zo en ik denk, hallo, we zitten midden in de scène, je moet even doorspelen. En hij zit echt van... Oh, hij kon echt niet meer. Ik moet echt bijna kotsen. Toen werd ook meteen kat geroepen en toen werd ik een soort emmer naar hem toe gebracht. En spuugde hij alles uit. Ja? Ja. Oh. Dat was wel lelijk. Ik hoop dat die backstage beelden of dat die ooit uitkomen. Dat die ooit uitkomen. Dat je heel erg arrogant bent. Ja, die heb ik vaker gehoord. Kan jij arrogant uit de hoek komen? Ik denk... dat het vooral komt door mijn blikken of zo. Ik heb gewoon heel erg... Mensen zeggen ook bijvoorbeeld soms tijdens het uitgaan van lach even wat meer. Maar dan sta ik echt oprecht wel gewoon te genieten. Alleen mijn standaard blik... Ja, mijn standaard blik is gewoon zo neutraal. En dat kan misschien heel erg bozig of zo eruit zien. Maar ik denk dat ik gewoon oprecht wel een soort van boze blik kan hebben zonder dat ik dat door heb. En echt niet zo bedoel. Nou ja, als je dus ooit met haar op de foto wil of je wil gedag zeggen... Je mag altijd op me afstappen. Gewoon doen. Je mag altijd op de foto. Ze gaat je niet slaan. Geen probleem. Wil je dat de volgende keer nou ook jouw team besproken wordt door misschien ons twee of door mij en een andere gast? Vergeet dan niet teammac.nl te volgen op Instagram en hou je stories in de gaten, want dan kan jij je tea doorsturen. Dat je ooit drugs hebt gebruikt... Nee, nog nooit. Nee? Nee. Niks van drugs? Nee, ook niet een joint of iets. Dat Justin Bieber vader is geworden. Echt? Nee toch? Dat heb ik niet meegekregen. Ik ook niet. Volgens mij is dat niet waar. Zou wel leuk zijn. Ja. Maar ik zou dat ook wel, zeg maar, voor zijn kinderen wordt dat ook wel heel moeilijk, denk ik. Want als je vader echt wereldberoemd is. Maar had jij bijvoorbeeld toen jij heel klein was, als je dan naar de Efteling ging of zo, had je dan daar moeite mee? Dat mensen jullie veel herkenden? Nou, ik had er niet echt moeite mee. Het gebeurde gewoon heel veel. En zeg maar, het was al vanaf het moment dat ik geboren was. Yeah. Dus ik weet niet beter. En ik ben maar begreep je dat dan? Als er dan mensen op jullie afkwamen? Ja, ik begreep dat wel. Alleen het was wel soms moeilijk als we bijvoorbeeld op vakantie waren. Of weet ik veel. Gingen we naar een waterpretpark of zo. En op een gegeven moment werd het zoveel dat mijn vader gewoon niet mee kon naar een waterpretpark. En mijn moeder eigenlijk uiteindelijk ook niet meer. En dan gingen we bijvoorbeeld met vrienden van ons... mee, weet je wel, met hun gezin mee, omdat wij dat ook gewoon wilden, maar dan konden onze ouders niet mee. Dat was dan wel natuurlijk heel jammer. Of als we bijvoorbeeld haast hadden, dan was het wel gewoon lastig. Want mijn vader is gewoon echt niet iemand die nee zegt, echt niet. Dus zelfs als we echt in zieke haast zitten om ons vliegtuig te halen, zegt hij nog ja, weet je wel. En dat was dan echt heel stressvol van, oh shit. Maar... Ja. Dat je in een nieuwe serie binnenkort gaat spelen. Oh, I wish, ik hoop het. Maar je hebt nog niks op de plank liggen? Nee, iets helaas aankomt. Niet, helaas niet. Maar. Nee? Ik sta er echt heel erg voor open. Oké, ik ben benieuwd. Als er iets op mijn pad komt. Oh! Het alarm gaat af. En dat betekent dat je relatie ook... Nee, grapje. Het alarm gaat af. En dat betekent dat wij nu een opdracht gaan krijgen. Die is voor jou, voor mij of voor ons alle twee. Okay. En als we die opdracht niet halen, krijgen we een vervangende opdracht. Wat sowieso niet leuker is dan wat dit is. Stop zoveel mogelijk spekjes in je mond. En zing dan een liedje voor Sam. Kan hij raden welk nummer dit is... Kan hij niet raden welk nummer dit is, dan moeten jullie beiden een vervangende opdracht doen. Oké. Shit, ik ben heel slecht in liedjes. Je bent zangeres en dan kan je geen nummer laten bedenken. Ja, maar dat is dus heel irritant. Want als ik echt... Op het moment dat het moet, dan kan ik even niks bedenken. Ja, en ik mag je ook niet helpen. Even denken natuurlijk. Wat goed is. Maar ik ken natuurlijk heel veel nummers, maar dan denk ik van... krijg ik die tekst wel? Wacht even. Goed nadenken. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Ja. Kijk hoeveel in eerste instantie je in je mond kan doen. Twee. Pas nu al. Nee? Wat? Hoe klein is jouw mond? 4. Oké, okay. Ja, doe maar, anders ga ik het even.
Thank you. I wish nothing but the best. Okay. Maar ik wil het wel gewoon horen. Ja, nou moeten we nog een keer horen, want je kan natuurlijk super goed zingen. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Nou, heel veel mensen die sowieso zeggen dat je heel mooi bent. Dus oh, dat is heel top. Dat je veel lijkt op Addison Rae. Hoor je? Ja. Nou, die heb ik vaker op mijn Instagram gehoord. Maar je ik... haar misschien. Ben je zelf op Addison Rae lijkt? Nee. Ik heb ook echt nog die spekjes. Oh, ja. Moet je er moet je die weg? Ja. Je mag het gewoon neerzetten. Ja. Ook gewoon zo braaf in je handen blijven vasthouden. Ja. Dat jij op een feestje bent vreemd gegaan. Oh, is serieus? Oké. Nee. Dat serieus? Ja, ik weet het niet. Ik was er niet. Nee, zeker niet. Nee? Nee. Al 7,5 jaar een gezonde relatie. Ja, gelukkig wel. Hij ook nooit vreemd gegaan? Nee. Niet dat nee. je weet. Nee, ja, niet dat ik weet natuurlijk, maar nee, ik weet echt zeker van niet. Zou je hem vergeven als hij vreemd zou gaan? Oh, dat is een hele moeilijke vraag. Als je dit 5 jaar geleden aan me had gevraagd, had ik meteen gezegd ja. Ik heb gewoon bij andere mensen om me heen gezien, bijvoorbeeld mijn ouders, wat vreemd gaan kan doen en hoeveel het kapot kan maken. Als je dat accepteert, hoe erg je jezelf daar ook mee kan beschadigen. Ja. Als je maar gewoon doorgaat met je relatie. Maar omdat je hebt dus al 7,5 jaar een relatie, denk je dan dat je nu dan meer dingen accepteert, omdat je denkt, ja, anders gooi ik 7,5 jaar weg? Kijk, dat is natuurlijk heel het lastige daaraan. Ik weet zeker dat ik sowieso niet zou kunnen zeggen van, oh, oké. Okay. Weet je wel, ik zou dan wel echt een tijd voor mezelf nodig hebben en echt moeten nadenken. Tuurlijk. Maar ja, ik denk dat je het eigenlijk op dat moment pas kan voelen wat op dat moment het beste voelt. Ik vind het een hele lastige vraag, want ik zou niet nu zo snel kunnen zeggen of ik dat uiteindelijk nog goed zou kunnen keuren. Dan denk je dat hij echt, ja, natuurlijk ga je ja zeggen, je droomman is. Ja. Maar weet je dat al 7,5 jaar of is dat een beetje iets wat de laatste tijd... Nee, kijk, dat is het ding, weet je wel. Mensen die zijn al soms echt in shock als ze horen hoe jong wij bij elkaar zijn gekomen. Ja, dat is echt bizar. Ja, maar het ding is, zeg maar, als je logisch nadenkt, dan snap je zelf ook wel dat in het begin was het natuurlijk verkeer. En uiteindelijk is dat uitgebloeid tot een relatie. Mm. Maar mensen die denken soms niet goed na, die denken dan, hoe kan je nou een relatie nemen als je 11 bent? Ja, dat was precies. Gewoon verkeer. Ja. Neem aan dat jullie allebei jullie elkaars eerste kus waren en alles. Voor mij wel mijn eerste kus, voor hem niet, maar verder wel alles eerste keer met elkaar. Maar dat betekent dat je, als het goed is, nog nooit met iemand anders hebt gezoend. Tenminste, misschien voor acteren. Ik weet niet of je met Tommy zo zin hebt. Ja, ik heb met Tommy wel moeten zoenen. Maar dat hoe is dat dan? Want als je nog nooit met iemand anders behalve je relatie hebt gezoend. Oh, dat is heel, heel gek, spannend, eng. Heb je daar dan ook afspraken met hem over gemaakt? Ja, we hebben bijvoorbeeld van tevoren afgesproken dat we het niet met Tom doen. Mm-hmm. En dat is niet per se omdat ik me daar heel oncomfortabel bij voel. Want ik bedoel, als het moet, precies. Maar meer omdat ik gewoon het idee had dat dat echt niet mooi eruit zou zien in mijn beeld. Ik denk dat dat er gewoon heel erg nodig. Ordinair uitziet of zo. Dus dat hebben we gewoon afgesproken. En verder is het gewoon... Wat grappig dat je dat dan je eerste... Ja, dat was wel echt heel gek hoor. Dat was wel echt heel gek. Maar ook dat, daar raak je ook op een gegeven moment aan gewend. Als je het 1000 keer moet doen. Ja, tuurlijk. Ja, ik heb er een half jaar nu in GTS in gezeten. Mm-hmm. Dus je hebt het echt wel een paar keer moeten doen dan. Maar ja, en hij heeft het ook moeten doen. Dat scheelde wel. Mijn vriend heeft ook in de musical gespeeld waar hij... Ja, je vriend acteert ook? Ja, zeker. Ja. Nou ja, en die acteert niet echt voor camera, maar dat zou hij wel nog heel graag willen. Mm-hmm. Hij heeft tot nu toe alleen maar musicals gedaan, maar... Vond je dit nou een leuke video? Laat vooral een like achter en vergeet niet te abonneren. Wil je nou voortaan zelf je tea insturen? Dat kan. Volg teamac.nl op Instagram en bekijk hun stories. Hopelijk zien we jullie snel. Doei doeg!